Eva Jinek legt in haar nieuwe talkshow een opvallende nadruk op een bijzonder element, de avocadotafel. Dit unieke kenmerk van haar show blijkt niet alleen een esthetische keuze te zijn, maar ook een strategische zet in haar ambitie om zich te onderscheiden in het Nederlandse medialandschap. Maar waarom is deze tafel zo belangrijk voor Jinek? De keuze om de avocadotafel te introduceren, komt voort uit Jinek's eerdere ervaring bij RTL 4, waar ze zich vaak overschaduwd voelde door de routine van de talkshow Carousel. In de tijd bij RTL 4 moest Jinek concurreren met andere bekende namen zoals Bo van Erve Dorens, Humberto Tan en Renze Klamer. Deze standaardformule, waarbij talkshows vaak op elkaar leken, weerhield haar ervan om een unieke stempel op haar programma te drukken. Jinek was op zoek naar iets dat haar programma onderscheidde van de rest, en dat is precies wat ze nu met de avocadotafel probeert te bereiken. Victor Vlam, een prominente mediakenner, biedt een psychologische verklaring voor deze keuze. In zijn podcast De Communicados legt hij uit: Eva Jinek is weggegaan bij RTL omdat ze niet in de talkshow carousel met Bo, Humberto en Renze wilde blijven draaien. Ze wilde haar eigen identiteit en dat benadrukt ze nu met de avocado-tafel. Dit is een middel voor haar om zich te onderscheiden en een unieke rol te claimen. Het is haar manier om als een koningin te worden gezien in de Nederlandse media. Ze hoopt dat deze tafel een nieuwe standaard zal zetten, vergelijkbaar met hoe Sonja Barend dat ooit deed. Volgens Vlam is het niet alleen een kwestie van stijl, maar ook van psychologisch welzijn voor Jinek. De avocadotafel zou haar helpen om een speciale plaats te veroveren in de wereld van talkshows een plek die ze niet kon vinden in de meer generieke talkshowformaten die ze eerder heeft gepresenteerd. Het idee is dat de avocadotafel een symbolisch verschil maakt en een nieuw, onderscheidend element toevoegt aan haar programma. Lars Duursma, een andere communicatiedeskundige, bevestigt dat Jinek's focus op de avocado tafel een indicatie is van hoe belangrijk zij deze innovatie vindt. Duursma merkt op dat de tafel niet alleen een visueel kenmerk is, maar ook een strategische zet om meer aandacht en belang aan de show te geven, zowel op televisie als op sociale media. Ook Duursma is niet ongevoelig voor de aantrekkingskracht van de avocado tafel. Hij vindt het een slimme manier om op een natuurlijke wijze over te schakelen naar een nieuwe setting en een manier om Jinex Show te onderscheiden van andere programma's. Vlam voegt daaraan toe: "Het is een aantrekkelijke toevoeging die helpt om de show op een frisse manier te presenteren en die het onderscheidend vermogen van Jinex programma onderstreept." Samenvattend: Eva Jinex' keuze voor de avocadotafel in haar nieuwe talkshow is veel meer dan een modegril. Het is een doordachte poging om zich te onderscheiden en een blijvende indruk te maken in het medialandschap. Jinek's ambitie om een unieke stempel te drukken en haar status als koningin te verstevigen, komt duidelijk naar voren in deze bijzondere keuze.